Dat beeld heeft mij nooit losgelaten. Nooit. Ieder jaar wordt Truus Mast herdacht in het naar haar vernoemde parkje in Nijmegen-Oost. Maar dit jaar waren er voor het eerst nabestaanden van Truus bij. Hiervoor herdachten die haar op een hele andere manier. Ze is altijd herdacht natuurlijk, elk jaar. En voor mij was het zo dat bij die herdenkingen was het zeker als klein kind. Denk je, waar moet ik aan denken? En dan zei altijd oma en mijn moeder en iedereen was dan droevig in huis. En die zei, denk maar aan Truusje. Jaap Mooi was ooggetuige van het bombardement waarbij de toen 15-jarige Truus overleed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mede dankzij hem is de familie er nu bij. Meneer Jaap Mooi heeft heel erg moeite gedaan, samen met Bart Jansen, om familie te vinden van Truus Mast. Eigenlijk is het contact met Jaap Mooi is pas tot stand gekomen toen er een stukje in de krant stond dat hij nooit familie heeft gevonden van Truus Mast. En het was corona, lockdown. En ik las de krant van voor naar achteren, van achteren naar voor, zou ik maar zeggen. En toeval bestaat niet, maar zo heb ik contact gelegd via de Gelderlander met Jaap Mooi. Truus Mast kwam om het leven toen in Nijmegen vele granaten vielen. Tussen september 44 en maart 45, dat was de tijd dat Nijmegen bestookt werd met honderden granaten vanuit het Duitse grensgebied. En een van die slachtoffers, daar ben ik getuige van geweest, zeg maar drie, ook met Amerikaanse militairen. Daar heb ik dus, ben ik getuige geweest. Ik was buiten, ik werd naar binnen geroepen omdat er zoveel granaten door de lucht heen gingen. En mijn ouders die halen me gelijk naar binnen toe en vlak daarna een enorme klap. En toen bleek dat aan de overkant van de straat bij een lege truck op de motorkap een granaat was ingeslagen. De rest ging dwars door de ruiten heen en trof de 15-jarige Truus Mast, de kassamedewerkster. En die was ook op slag dood, evenals die twee Amerikaanse militairen. De dood van Truus maakt nog steeds veel los bij meneer Mooi. Die herinnering blijft natuurlijk van die gebeurtenis. Als kind van 7 ben ik het zwembad ingelopen en ik heb daar een Truus en die dode Amerikanen aangetroffen. En ik ben als de wiede weergaat door de ouderen ben ik in feite het zwembad uitgegooid. Want kinderen die mochten niet getuigen zijn van datgene wat daar gebeurd was natuurlijk. Want dat was voor kinderen natuurlijk Ja, zo heb ik het ook ervaren later, want dat beeld heeft mij nooit losgelaten. Nooit.